Beste mensen, we gaan voort met onze commentaar op de belangrijkste ceremonieën van de Goede Week. We staan hier in de veranda. We hebben ons altaar al een beetje voorbereid voor morgen. Het is allemaal een beetje kleiner dan we gewoon zijn in de Hemelstraat. En we gaan dus vandaag een beetje commentariëren over Palmzondag. Wat is eigenlijk het karakter van Palmzondag? Palmzondag is de tweede Passiezondag en we zijn nu in de Goede Week. De Goede Week wordt alles gecentreerd op het lijden van Christus. En met Palmzondag gaan we in de mis, gaan we het evangelie hebben van het lijden van Christus. Maar voordien hebben we de palmtakkenwijding en de processie. En hier ligt al een aspect in van de verlossende kracht van het lijden van Christus. Waarom doen wij die processie? We volgen eigenlijk de eerste christenen na. Die hadden dat gevoel al. Van in de vierde eeuw zijn er documenten en dan zien we dat die processie, dat die christenen al de processie hielden van de Hof van Olijven naar de kerk van de verrijzenis. Ze wilden ook dat gevoel creëren voor zich dat men had toen Jezus Jeruzalem binnenging. Waaruit bestaat deze plechtigheid? We beginnen eerst met de wijding van de palmtakken. Dan worden die uitgedeeld. Dan is er het evangelie dat ons het verhaal doet van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. En dan komen we aan de kerkdeur. En de symboliek van het binnengaan in de kerk is weer de verzinnenbeelding van Jezus die Jeruzalem binnengaat. En dan is er de mis met het evangelie van het lijden van Christus. Waarom wijden wij palmtakken? Gaan we heel even terug naar het verhaal, dan zien we dat Jezus, wanneer Jezus binnenkwam in Jeruzalem, dat de mensen naar takken zijn gaan kijken om hem die erehaag te vormen. En er waren palmtakken in de buurt en ook olijftwijgen. We gebruiken dan palmtakken omdat de palmtak gebruikt wordt om een zegepraal, een zegeviering uit te drukken. En hier in dit geval is het de zegepraal van Christus op de vorst van de dood, op Satan. Maar ook olijftwijgen. Want olijftwijgen brengt ons naar de olijf. En de olijf die geperst wordt, daar komt olijfolie uit. En de olijfolie zal in de kerk voor de meeste sacramenten en sacramentaliën gebruikt worden. Vandaar ook olijftwijgen. Quania Dominus Excelsus Terribus. Zijn dat nu gewone palmtakken en olijftwijgen? Voor de zegening? Ja, na de zegening niet. Door de zegening van de kerk krijgen die takken een meerwaarde. Wij zeggen, het worden nu sacramentaliën. Die geven een bescherming. Vandaar dat de gelovigen, de christen gelovigen, die graag mee naar huis nemen. En die op een ereplaats stellen, thuis, meestal is dat achter het kruis gestoken, en als ze daarnaar kijken, dan komt bij hun de gedachte op, kijk, die palmtak, die heeft iets te maken met de intocht van Jezus, van zijn overwinning op de zonde. Gloria. En dan gaan we weer even terugkijken naar de,
naar de eerste volgelingen van Christus. Als Christus Jeruzalem is binnengekomen, dan heeft het volk gedacht, dat is onze koning. Als we zien de werken van Christus, wat hij doet, de zieken genezen, die spreekt zoals niemand anders enzovoort. Hij moet onze koning worden. En inderdaad, Jezus Christus is onze koning. En door mee te gaan in die processie, betuigen wij zoals die eerste volgelingen van Christus, ja, wij willen dat Christus heersen in ons leven, in onze familie, in onze stad, in ons land. En wij willen ook zijn eindtriomf. Dat ligt allemaal verborgen in die processie. De eindtriomf van Christus. En de eindtriomf van Christus is dat wij allemaal aankomen in de hemel. Beste mensen, ik heb u een beetje gesproken over Palmzondag. Maar beter is dat u de ceremonie van Palmzondag zelf voorbereidt in uw dagmissaal. Dat je dat langzaam mediterend leest, zodanig dat je met meer vrucht de ceremonie, die toch langer duurt dan gewoonlijk, dat je die maximaal de vruchten van binnen trekt. Dat was dan de inleiding op Palmzondag. En volgende keer geven we u een inleiding voor Witte Donderdag. Israël.